van de jongeren school-tv van... Nee, het staat niet op, het is gewoon voor een schoolproject, zeg maar. Een beetje, ja, sorry hoor. Goedemiddag, zeg maar. Mijn naam is Fouad. Wij zijn vandaag gekomen in de belangrijke situatie. Hoor. Wat is uw gevoel hierbij, zeg maar? Ik hou een beetje afstand, ik versta je wel goed. Oh, je wil niet dichtbij komen? Wij weten niet of die corona weg is of daarom. Niet. Oh, maar Poeris, hè? Maar Poeris, er Poeris. Hoor, ik weet niet of iedereen het... Ja, roken doen we straks. Dat is niet normaal. Mag ik u een paar vragen, jammer? Henk, het is mijn Henkie nog. Wat kan je zeg maar samenvatten voor mij? In Suriname, het is me zo hoog gesproken, ik heb zelf niet gezien. Een echte speciale man is deze. Niks in leven is onzin, hè? Er zit altijd zin in. Mustachino, het is me echt heel erg bedankt voor de foto, het is me. Lees je veel, zeg maar? Zeker, ja. Ja, ik lees veel. Mijn naam is Fouad. Wat is uw naam, zeg maar? Mijn naam is Sjersemast en ik kom uit Friesland. Maar dat heeft u echt mooi gesproken, zeg maar. Ga u niet langer, zeg maar, van de tijd stoppen. Echt goede gesprekken, meneer Tsemang. Tsemang, ja. Leven. Ben jij 88, Tsemang? Ik ben 88, ja. Blijven leven, man. Blijven leven, Tsemang. Veel melk van Friesland kampioen aan drinken? Ajeun, Frank, ajeun. Veel melk. Nou, daar komt er niet van, nee. Tsemang, mijn naam is Fouad. Wat is jouw naam, zeg maar? Kees. Kees, en heel veel geluk met uw bril en met lezen. Als je te veel geld verdient, dan word je lui, zeg maar. Dat is de echte democratie. Je was chauffeur van tram? Ja. Kan je ook achteruit? Ja, ik kan ook achteruit rijden. En vooruit. Het is veel regen vandaag. Toch heb je gekozen om te komen. Waarom eigenlijk? Dus ik denk, nou, dan kan ik het mooi combineren met elkaar. Dus ik ben eerst een uurtje hier geweest. En dan ga ik direct naar de afspraak. Ik vind echt, man, dat gele kleur voor jou zon maakt in deze regentijd, man. Ja? Mag ik een laatste knoefel geven? Mag.